Veel scholen en sportcentra voldoen niet aan de nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit van de GGD. Voor gemeenten is dat vaak een lastige kwestie. Daar moet een nieuwe school geplaatst worden. Die was gepland bij de spoorlijn. Voor de spoorlijn gelden ook richtlijnen. We hebben hem iets opgeschoven, maar dan komen we heel snel in de buurt van de A326. En verder in het nieuws vandaag, Nijmegen opent een nieuw bedrijfspand en NEC verlengt seizoenskaarten. De GGD heeft onlangs aangekondigd dat er nieuwe richtlijnen voor luchtkwaliteit en gezondheid zijn opgesteld. Uit recente analyse van de GGD bleek dat veel scholen, sportcentra en zorglocaties in de regio niet voldoen aan deze nieuwe richtlijnen. Dit geldt dus ook voor onze regio. Ruim 2000 locaties over het hele land liggen binnen 150 meter van een drukke vervuilende weg. Dat blijkt uit een data-analyse van Platform Investico. Het gaat dan om scholen, verpleeghuizen, kinderdagverblijven, BSO's en sportvelden. De GGD adviseert gemeenten vanuit het gezondheidsbelang. Ja, dat heeft te maken met dat blootstelling aan luchtverontreiniging leidt tot een verhoogd risico op ziektes. Dan moet je denken aan longziektes en ziektes van hart en vaten. En de luchtkwaliteit dichter bij de weg is slechter. Dus verder van de weg zijn de uitlaatgassen verdund en daar is de luchtkwaliteit ook beter. En dan om blootstelling aan luchtverontreiniging te verminderen, te verlagen, is het beter om niet te dicht op die weg te verblijven, om afstand van de weg te houden. En verder is een weg ook nog, wordt er ook veel geluid geproduceerd door verkeer. En dus verder van de weg is ook de blootstelling aan geluid lager. En geluid is ook weer een milieufactor die van invloed kan zijn op de gezondheid. Ook in het Rijk van Nijmegen voldoen een aantal van deze locaties niet aan de hernieuwde richtlijn. Zo telt gemeente Wijchen er 4. Er iets mee gaan doen met de richtlijnen zal lastig zijn, want ze praten ook over veel over bestaande situaties. Wat we in de toekomst mee willen zullen doen, ja, streven op het moment als daar nieuwe ontwikkelingen zijn voordoen, zullen we kijken hoe we die richtlijnen kunnen inpassen aan de nieuwe plannen, zeg maar, die er liggen. Maar een nieuw gebouw ver van een vervuilende weg bouwen is in de praktijk nog een uitdaging. Aan de andere kant van de Westerdreef, de Groene Geest, daar moet een nieuwe school geplaatst worden. Die was gepland bij de spoorlijn. Voor de spoorlijn gelden ook richtlijnen. We hebben hem iets opgeschoven, maar dan komen we heel snel in de buurt van de A326. En hij blijkt toepasbaar daar te zijn, maar dat is wel een uitdaging uit de praktijk waar we als gemeente tegenaan lopen om toch zo'n school te kunnen bouwen in de wijk. Want een wijk wil ook een school hebben. Ook gemeente Nijmegen probeert de richtlijn voor nieuwbouw zoveel mogelijk te hanteren. Deze gemeente telt 29 locaties die te dicht bij vervuilende wegen staan. Er worden langs drukke wegen geen nieuwe voorzieningen voor groepen die extra gevoelig zijn voor luchtvervuiling gebouwd. Daarnaast is het eigenlijk nog beter om de luchtkwaliteit bij de bron aan te pakken. Dus te zorgen voor minder en schonere auto's op de weg. En naast gemotoriseerd verkeer zijn ook houtrook en veehouderijen en industriebronnen van luchtverontreiniging. En om de kwaliteit te verbeteren moet je eigenlijk de uitstoot van al die bronnen terugdringen. Ja, en mochten mensen zelf willen bijdragen aan een gezondere lucht, dan is het belangrijk dat je wat vaker de fiets of de bus pakt in plaats van de auto en geen houten stoken en ook geen of minder vlees te eten. NEC heeft bekendgemaakt dat er 8214 seizoenskaarten verlengd zijn. Dat is bijna 97% van alle beschikbare kaarten. Woensdagmiddag verliep de termijn die seizoenskaarthouders hadden om te verlengen. Dat betekent dat de laatste kaarten gaan naar de sporters die in de wachtrij staan. Zij zullen er niet allemaal in krijgen, want er staan nog ruim 3000 supporters op de wachtlijst voor een seizoenskaart. Er zijn op dit moment nog 286 seizoenskaarten beschikbaar. De fans die wel in aanmerking komen voor een seizoenskaart zijn deze week geïnformeerd hierover. Zij hebben vanaf 12 juni de kans om ook hun plekje te bemachtigen in de Goffert. De noodzakelijke aanpassingen aan het pand van dorpshuis De Lier en Puifluk, die ruim 7 ton gaan kosten, hebben vooral betrekking op de veiligheid en bouwkundige aanpassingen. Dat blijkt uit een informatienota waar de gemeenteraad van Druten mee akkoord is gegaan. Het geld wordt onder meer besteed aan de verwijdering van asbest, legionella-bestrijding, vluchtdeuren en het verbeteren van de ventilatie. Daarnaast gaat het om het bouwkundige verbeteren aan bijvoorbeeld gevels, kozijnen, plafonds en installaties. De gemeente Wijchen heeft 181 ton aan luiers en incontinentiemateriaal ingezameld. Dit is meer dan verwacht, want de gemeente verwachtte maar 71 ton in te zamelen. Om deze reden gaat de gemeente op 8 plekken verspreid over de hele gemeente extra luiercontainers plaatsen.
Hiermee willen ze voorkomen dat de luierzakken naast de containers worden gezet. Wethouder Twan van Bronckhorst zegt erover: als gemeente zijn wij heel blij met de grote hoeveelheden ingezamelde luiers en incontinentiemateriaal. Van de luiers worden biogas, biogranulaat, kunstmest en herbruikbare plastics gemaakt. Daarnaast levert het recyclen van dit afval een enorme CO2-besparing op. Bewoners van appartementencomplex De Vijvorst in Nijmegen hoeven niet meer gillend onder de douche vandaan te springen. Dat moest regelmatig wanneer er iemand in het gebouw een wc doortrok met een gloeiend hete douche als gevolg. De verhuurder komt nu met een oplossing en die lijkt even eenvoudig als doeltreffend. Er is een toezegging gedaan om het hele complex te gaan voorzien van een thermostatische douchekraan. Dat laat een woordvoerder van woningcorporatie Portaal weten. Het nieuwe bedrijfspand van Nimagen is gistermiddag geopend door burgemeester Bruls. Na een toespraak van Joop Telen, de CSO van Nimagen, kreeg de burgemeester een rondleiding door het pand aan de Hogelandse Weg. Alle collega's, vrienden en familie waren welkom bij deze feestelijke opening. De hapjes en drankjes werden geregeld door de leerlingen van het Mondiaal College. Zojuist heeft de burgemeester van Nijmegen de opening van ons nieuwe pand hier aan de Hogelandse Weg gedaan door het hijsen van onze vlag in de vlaggenmast. De verhuizing van het bedrijf was niet geheel onnodig. Omdat we flink gegroeid zijn de afgelopen jaren en omdat we ruimte nodig hadden. En omdat onze moederbedrijf Biolegio zit op de Lagerlandse Weg. En dit pand kwam vrij en was dicht in de buurt. En omdat we heel erg nauw samenwerken met beide bedrijven, was dit de reden, de hoofdreden dat we hier terecht zijn gekomen. Het is ingedeeld in kantoorruimte, ontvangstruimte, trainingsruimte, cleanroom en research lab, post- en pre-PCR labs. Allemaal afzonderlijk van elkaar, dat er geen contaminatie kan optreden. Allemaal met het vooruitzicht dat we hier kits in elkaar gaan zetten die ook voor forensisch onderzoek worden gebruikt. Maar wat doet Nimagen precies? Nimagen maakt kits om DNA te sequencen. En dat gaat met een oude techniek, Sanger sequencing, en het gaat ook met next generation sequencing. En dat is de nieuwe techniek om grootschalig DNA te sequencen. Tijdens de coronatijd heeft het bedrijf grote stappen gemaakt in de goede richting. Ja, tijdens de coronapandemie in 2020 toen zijn wij begonnen met een methode te ontwikkelen voor het zogenaamde sequencen van het hele bazenparen volgorde van het hele coronavirus. En dat werd in december eigenlijk verplicht gesteld, in december 2020, dus een paar maanden daarna, werd dat verplicht gesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie, omdat toen die zogenaamde Engelse variant uitkwam, die later weer Alpha zijn gaan noemen. Dus wij waren op het juiste moment met de juiste methode op de markt gekomen. Nimagen hoopt in de toekomst steeds verder uit te kunnen breiden met hun kits. Ik denk dat we ons vooral gaan richten op de forensische toepassingen van onze kits en op de microbiologische toepassingen. En dat wij gaan ervan uit dat een groot deel van het forensisch onderzoek in de toekomst met onze techniek gedaan zal worden, omdat het een hele gevoelige, hele veilige methode is om DNA te sequencen. Wekenlang hebben we geklaagd over een weerbeeld dat veel te koud was voor de tijd van het jaar. Nu is dat voorbij, maar er valt ook maar weinig te melden. Vandaag was weer een prima dag met veel zon en een kleine 20 graden. Ook morgen zal dat het geval zijn, alleen in de ochtend kan er nog wat bewolking aanwezig zijn. Maar vanaf de middag breekt overal de zon door en wordt het weer 20 graden. In het weekend laat de zon zich ook volle bak zien. De temperatuur doet er nog een schepje bovenop en deze komt uit op 24 graden op zaterdag en 23 op zondag. Smeer jezelf dus goed in en geniet er vooral van. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Kijk voor meer nieuws op onze website rn7.nl. En alle uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je kijken naar de streek in en wij zijn er morgen weer. Graag tot dan.